Goedemorgen allemaal. Ronde nummer 2, daar zijn we weer vandaag. Want we hebben vandaag natuurlijk ook weer een heel leuk festijn op de agenda staan. Een online festijntje. Met meerdere lives. Ik zal jullie ook eventjes de tijden van de lives nog noemen vandaag. Dan weet je wat er komen gaat. Ze staan trouwens ook als vastgezet bericht altijd hier bovenaan in de groep hoor. Maar vandaag is ook om 11:30 Linda nog live, dus zo meteen na mij meteen. En om 20:00 vanavond is Daisy live, ook met deze goodiebag. De goodiebag die heet Let Spring Begin, met de toffe papiertjes van Craft Consortium. En nou, wij zijn daar helemaal gek op, we hebben daar ook in het verleden heel veel winter- en kerstcollecties al van verkocht. Maar dit is de nieuwe voorjaarsrelease die ze hebben. Nou, ik kon het niet laten toen dat papier dus binnenkwam om daar al een hoop kaartjes mee te maken. Ze zijn dus heel tof te combineren natuurlijk met Craftlab. Dat is lekker hip stijltje is het. Deze had ik er ook al mee gemaakt. Ik ga jullie eerst het blok even laten zien. Die had ik vanochtend in de tikkie ook al wel laten zien. Maar voor de mensen die er toen niet bij waren. Wil je trouwens nog iets bestellen voor je tikkiemandje? Doe dat even niet in deze live, maar gewoon onder de live die als vastgezet bericht hier bovenaan in de groep staat. Want die zijn Karen en Joyce aan het verwerken. Dit grote paperpad zit ook in je goodiebag. En er zitten echt hele leuke prints zitten daarin. Wat ook altijd leuk is bij Craft Consortium. In de kaft doen ze ook altijd plaatjes vellen. Dus dat doen ze aan de voor- en aan de achterkant. Kijk, zie je hoe leuk? Die kun je dus ook allemaal uitknippen. Nou, deze plaatjes zijn natuurlijk leuk. Die had ik hier bijvoorbeeld weer achter de Passepartout-mal van Craftlab gebruikt. En dan hebben ze hele leuke slimlijnpatronen. Die zitten dus ook in dit grote paperblok. Heb ik al in geknipt natuurlijk. Even kijken waar ze zijn. Kijk deze. Dat zijn dus al slimlijnpatronen. Dus als je die weer combineert met de slimlijnstanzen van Craftlab, hoef je er alleen nog maar wat figuurtjes op te doen. En dan kun je gewoon een heel tof kaartje maken. Dus en dat figuurtje wat ik hier bijvoorbeeld ook weer gebruikt heb, dat zijn chipboard figuurtjes. Die hebben we ook voor jullie in de goodiebag gedaan. Ik heb hier een handje vol. Met allerlei geprinte figuren. Ik ga denk ik straks deze ook nog even gebruiken van die Narcis. Maar ook plaatjes, paddenstoelen, paaseitjes van die postzegeltjes. Dus het setje met chipboardplaatjes, die zit er ook in. Dan zit er ook nog een heel leuk boekje in, maar die heb ik hier nu niet bij de hand. Met plaatjes om in te kleuren. Die gaat Linda zo meteen om 11:30 laten zien. Er zit een setje in met plakpareltjes in de vorm van bloemetjes. En dan zit er ook nog een blok met effenpapier in, als je dus bijpassende effenpapiertjes wilt gebruiken. Dus ik heb hier eigenlijk de basis van het kaartje. En ook deze heb ik uit het effenblok gedaan. Dan heb je dus altijd kleurtjes die weer precies matchen bij je designpapier. Ik hou er altijd van. Ik vind dat echt vervelend als je niet de juiste kleur cardstock kunt vinden. Dus hun maken er ook altijd een effenblok, maken ze erbij. Dus dat krijg je allemaal in je goodiebag. Er zijn er nog een paar over. Je mag bellen naar de winkel. Je mag hem onder de tikkie van vanochtend kun je hem bestellen. En je kan hem natuurlijk in de tikkie live nog bestellen. Of gewoon in de webshop. Dit is ook leuk. Kijk eens. Dit is een setje met 10 vellen met plaatjes. Ik heb er hier nu maar een paar voor me liggen. Dat zijn uitdrukplaatjes die je dus in 3D op kunt bouwen. De nummers staan er netjes bij van de verschillende laagjes. Dus layer 1 tot en met 5. Dat ga ik jullie zo even laten zien. Kijk, maar dan kun je dus met een foamtapeje ertussen, kun je dus een 3D werkje kun je maken. We maken er inderdaad een lekkere knutseldag van, Astrid. We zijn heel de dag live. We zijn ook vanmiddag om 13:30. Die wordt ook leuk. En Nathalie is vanmiddag bij ons weer in de winkel. Dan gaan we jullie weer het een en ander aan uitleg geven van het plannerverhaal. Maar hier kun je dus heel eenvoudig een 3D plaatje mee maken. Dan ga ik jullie ook even laten zien hoe je dat doet. Dat is namelijk niet zo ingewikkeld, maar het is wel leuk denk ik om een keer eventjes te zien. Nou, zullen we deze maar even nemen. Maar je krijgt dus ook 10 van die velletjes met 3D plaatjes in je goodiebag Let Spring Begin. Kijk, het drukt heel eenvoudig uit. Je hoeft niet te knippen.
En dan zie je vanzelf op het velletje zie je ook layer 2. Nou, dat spreekt ook voor zich. Laagje 2, die druk je dan ook even met je vingers uit het stansvel. En ik doe dan eigenlijk altijd met de foamstrips. Oh, die had ik hier al binnen handbereik liggen. Ja, kijk, schattig toch? Maar dit ga ik zo meteen ook wel weer op een ander kaartje verwerken. Want vind ik ook wel weer leuk. Maar zie je hoe tof dat dan is in 3D? Dus we gaan even inderdaad beter terug naar vroeger, hè? Met 3D plaatjes. Dus ik gebruik hier de foamstrips voor. Dat is dus een qua dikte een dunne foamtape. Die is maar 1 mm dik. Anders krijg je dus met 5 lagen krijg je zo'n dik pak. Dat wil je natuurlijk ook niet. Dus je plakt gewoon hier en daar wat foamstripjes op. En dan ga je gewoon je laagjes ga je bouwen. Back to basic, dames. We gaan weer 3D'en. Ja, je had al gereageerd en Miranda, de prijzen die gaan inderdaad altijd in de tikkiemandjes mee. Dus dat komt in orde. Nou, morgen ben ik er ook weer om 10 uur en dan gaan we natuurlijk met de nieuwe Craftlab aan de slag. Met de goodie bag Be Happy. En voor morgenochtend 10 uur heb ik ook weer hele toffe prijzen. Dat zal een van de laatste grote tikkies zijn, want we gaan natuurlijk dinsdag beginnen met afwerken. En er staat weer giga veel klaar. Dus we zullen wel dinsdag en woensdag weer nodig hebben om de mandjes te verwerken. Dus houd dinsdag en woensdag je messenger in de gaten. Wil je vandaag nog iets anders toegevoegd hebben of zo, dan mag je ook altijd even bellen naar de winkel, hè? Op maandag zijn we natuurlijk niet telefonisch bereikbaar, dus wil je bellen, doe dat dan eventjes vandaag. Nou, ik zal het nummer nog even geven van de winkel. Ons telefoonnummer, we hebben altijd 4 lijnen, dus je komt er altijd wel doorheen. Maar dus alleen tijdens openingstijden zijn wij telefonisch bereikbaar. Ons telefoonnummer is 0416 743200. Dus het is 0416 743200. En als je dat niet kon onthouden, je kan natuurlijk op onze webshop www.noorenzo.com kun je ook altijd ons telefoonnummer eventjes terugvinden onder de contactgegevens, hè? Ja, wij vinden alles leuk, hè, Antoinette? Dat is een beetje het probleem, dat heb ik ook. We hebben ook alweer de spullen binnengekregen van de nieuwe collectie Dream Plan Do. Voor Dutch Do Badoo, voor het plannerverhaal. Ook weer leuk, dus we blijven jullie lekker inspireren met heel veel nieuwe dingen. Kaartjes, mixed media techniekjes, net als van de week de grunge. En we gaan aan de plannerpagina's, dus voor ieder wat wils, denk ik wel, bij Noor en Zo. Nou, inmiddels zit ik al aan mijn 5e laagje. Zie hoe snel dat gaat. Kijk, en dan krijg je zo gewoon een heel tof effect. Zie je dat in 3D, hoe leuk dat dat geworden is? Nou, dan heb ik hier nog zelfs nog een laagje 6 en een laagje 7 met het konijntje. Ja, als je beeld slecht is, eventjes je internet opnieuw opstarten, Karin. En die groene schermen, ja, een enkeling heeft daar last van. Maar ik denk dat dat met je internet te maken heeft, dus. Wat bedoel je met speciale pincetje, Miranda? De pincet van Studio Light? Als je dat gewoon onder de Tiki Live van vanochtend zet, dan weten we wel wat je bedoelt. Kijk eens hoe mooie laagjes dat ik gebouwd heb. Zie je dat? Met die narcisjes ook erachter. Superleuk. Dus zo druk je alles. Je kan nog deze pootjes zelfs ook doen. Kan ik eigenlijk wel doen, hè. Heb ik gewoon in 7 laagjes heb ik dus mijn plaatje opgebouwd. Dus die leuke 3D plaatjes die zitten ook in je goodie bag. Let Spring Begin. En die goodie bag, daar hebben we er nog een paar van over. Ik heb net natuurlijk laten zien wat er allemaal in zit. Linda is om 11:30. Die gaat, laat dan nog iets anders zien uit die goodie bag. Want dat is het.
het setje of het blokje met de plaatjes om in te kleuren voor de kleurfans. Nou, is die leuk of is die leuk? Dus ik had zelf al eventjes een vierkantje gesneden wat net een beetje groter was. Dus daar ga ik mijn plaatje even opplakken. En dan gaan we het zo op een basismal van Kraftlab verwerken. Waar is mijn lijn? Dus deze komt hier even op. En ik vind het dan met deze vierkante plaatjes leuk om dus de basismal Shaker Square te gaan gebruiken. Ga ik jullie zo even laten zien. Oh, even recht plakken. Even met mijn snuffert erboven, want anders komt het niet goed. Laat ik het jullie zo wel weer zien. Kijk, dus dit is mijn 3D plaatje geworden. Springt er lekker uit. Die andere had ik dus ook, hè. Dat is deze. Ga ik ook nog wel een kaartje mee maken. Maar ik dacht, ik ga de vierkante stans erbij gebruiken. Heb ik ook alles met de winterlijnen van Craft Consortium gedaan. Het papier in dat paperpad. Ik ga even kijken of ik het jullie op beeld kan laten zien. Het designpapier heeft een hele toffe parelmoer kwaliteit. Zie je dat? Dus dat is geen mat papier. Het is een beetje parelmoerachtig. Dus er zit een glansje overheen. En dit vond ik zo'n toffe print. Kijk, die print met die streepjes. Er zitten trouwens ook stipjes in, zo'n zigzagje. Maar dit is toch een superleuke print. En dat is dus allemaal parelmoerpapier. Dus kun je lekkere, leuke, hippe kaartjes mee maken. Dus ik heb voor dit printje gekozen. Want dat leek me leuk om daar dadelijk dat 3D-plaatje weer in het vierkant overheen te doen. Dus ik ga deze even in de lijm zetten. Ook met deze mal doe ik er eigenlijk altijd met mijn lijmpen natuurlijk van Dutch Doobadoo. Daar kun je mooi mee doseren dat je niet te veel lijm tegelijk krijgt. En dan gaan we gewoon het rondje af. Nou, het is ook een lekkere dikke kwaliteit papier. In het grote blok met designpapier. Maar wel die dikte dat je het ook gewoon nog goed kunt stansen, dus. Nou, ik weet niet of jullie... Nee, ik heb het jullie nog helemaal niet laten zien. Maar we zijn de winkel weer een heel eind aan het ombouwen. Ik kan straks beneden ook nog wel even een rondje doen trouwens. Maar we hebben dus Elizabeth Craft veel breder uitgehangen. Daar hadden we ruimtegebrek. Want we hebben natuurlijk de laatste tijd lekker veel koopjes gedaan. En we gaan ook een hele wand maken voor nieuwe merken. Dus ik denk dat onder andere Craft Consortium daar wel eentje van wordt. Waar we dus altijd de laatste nieuwe lijnen met papier en zo in gaan, van gaan verkopen. Ja, die zon die laat wel even op zich wachten, Jannie. Maar we gaan gewoon lekker vandaag zelf een voorjaarsthema maken, toch? Wie weet helpt het. Morgen hebben we dus het thema Be Happy met het bijenthema van Kraftlab. Dat zijn ook heel de dag weer lives. En morgenochtend ben ik er dus zelf om 10 uur met een tikkie. Dan gaan we weer lekker shoppen, ook door de winkel. Kijk nou hoe leuk dat papier is, hè? Dus dit is het papier uit de Goodie Bag Let Spring Begin. Heel leuk met die streepjes. En ik heb die dus gecombineerd met deze mal. De mal Shaker Square van Kraftlab. En die kost €19,99. Dus dan ga ik in het midden weer met een beetje foam tape ga ik mijn 3D plaatje erop verwerken. Dan heb je dus die leuke strepen krijg je nog achter je vierkante plaatje. Vond ik wel een leuk idee. Die foamstripjes, dat zijn die velletjes van 10 bij 10, hè, dames. Die kennen jullie wel. Je vul je voorraad aan, €0,99 per velletje. Ik denk dat wij met het team ook sowieso wel grootverbruikers hierin zijn. We jagen er nogal eens een velletje foamstrips doorheen. Dus wil je nog wat bestellen, dames? Dat is deze keer niet onder deze live. Ik heb hier in de Noor en Zo groep bovenaan als vastgezet bericht de tikkie van vanochtend gezet. En daar staat ook de tekst bij
Dat je dus daar kunt bestellen als je nog iets in je mandje wilt. Kijk, deze komt hier op. En nu had ik hier ook al de hoop... Desiree, even reageren onder het vastgezet bericht hier bovenaan in de groep. Dus dat was de tikkie. Dus even niet hier. Ik denk ik ga de hoge grasrand van Marianne er nog even bij gebruiken. Die leek me ook wel leuk hierbij. En dan kan ik natuurlijk weer uit dat blok met effen papier. Die effen papiertjes passen dus weer bij het designpapier. Zou ik als goed is weer een passend kleurtje moeten kunnen vinden in het groen. Voor mijn grasje, ja. Kijk eens, dit is wel een goed kleurtje. Dus ik ga even die hoge grasrand van Marianne ga ik stansen. Want er zitten ook nog leuke chipboard figuurtjes in de goodie bag. Die horen ook bij deze serie. Ja, bij de andere Tiki Live van vanochtend, Desiree, daar zijn ze de orders aan het lopen. Dus als je daar even onder reageert, dan komt het zeker goed en dan komt het in je mandje. Nou, kijk hier hoe leuk die hoge grasrand is, hè, van Marianne. Ik heb er ook een tik van. Ik weet niet hoe het met jullie is. Ik heb nooit genoeg grasranden. Kijk, deze is superleuk als we die hier natuurlijk onderaan gaan plakken. En dan ga ik zo meteen daar nog wat leuke chipboard figuurtjes ook achter doen. Zo, dus deze komt hier. En dan neus ik nog even in die leuke chipboard figuren die ik had. Want die zitten dus ook in die goodie bag. Kijk eens hoe leuk. Wat dikker karton allemaal al bedrukt. Kijk, hier ook leuk bijvoorbeeld zo'n eitje. Die ga ik er nog even bij zetten. En ik heb dus een narcisje. Die gaan we weer achter het gras plaatsen. Hier komt zo'n gezellig paaseitje bij. En ik dacht, deze kan hier dan ook zo weer achter. Doen we ook allemaal even vastzetten met de foamstrips. Hè? Dus foamstrips van JJ. Ja, Carine, vanmiddag om 13:30 hebben we wel weer een hele grote Tiki Live. Dat is een Tiki Live met Nathalie. Hè? Dus dat is om 13:30. Na de boterham. Dus kijk dan om 13:30 ook eventjes mee. En nu kun je gewoon... nog onder de Tiki Live van vanochtend kun je reageren. Dus daar kun je gewoon je order erin gooien. Zometeen nu na mij is Linda Live om 11:30. Die gaat dan met de inkleurplaatjes uit de goodiebag aan de slag. Kijk nou hoe leuk dat die is, toch? Heerlijk zomers, toch? Of springachtig, hè? Voorjaarsachtig. Dus dit is mijn inspiratiekaartje van vandaag. Ik had het jullie al gezegd, hè? Ik had al meer... kaartjes gemaakt met deze leuke goodie bag. Plaatjes, chipboard, cardstock, designpapier. Deze zitten er nog in, van die leuke pareltjes. Dus een hele leuke goodie bag. We hadden er volgens mij vanochtend nog een stuk of 10 op voorraad. Dus wil je de goodie bag nog bestellen, dan bestel je hem in de webshop. Of je belt even naar de winkel, of je zet hem onder de tikkie van vanochtend. Ik ga zo de lucht uit. Kunnen jullie nog even een bakje koffie of thee inschenken? Om 11:30 is Linda er weer. Hè? Dus kijk dan lekker mee naar Lin. Lin gaat kleuren met de nieuwe artikelen. Ook weer uit deze goodie bag. Dus ik dank jullie weer voor het kijken. En ik zie jullie graag vanmiddag om 13:30. Dan ben ik er weer samen met Nathalie. Dus tot straks en een fijne ochtend nog. Doei!